President Chandrika Prasad Santokhi heeft de Braziliaanse legertopdelegatie onder leiding van generaal Augusto Heleno Ribeiro Pereira ontvangen op het presidentieel paleis. Met de delegatie is er van gedachten gewisseld over de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Er is ook gesproken over de bestrijding van de transnationale criminaliteit en de illegale drugshandel. Het Zuiderbuurland wil samenwerkingen aangaan op de gebieden olie en gas, industriële ontwikkeling, energie, milieu en infrastructuur. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat het de bedoeling is dat de president van Brazilië in januari naar Suriname komt. Dan zal de nieuwe vorm van samenwerking tussen Brazilië, Guyana en Suriname geformaliseerd worden.